kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Yippie, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Wij bedanken de familie Santa Bhagwandin, mevrouw Bhagwandin, die is er woonachtig in Nederland, maar ondanks het feit dat ze er zo ver woont, heeft ze haar hart verpand aan Suriname. Ze heeft er 3 kindertehuizen blij gemaakt met goederen. Bij de overhandiging van de goederen aan kindertehuis Aria de Waker is ze er persoonlijk aanwezig geweest met haar dochter en kleinzoon. Maar bij de overige 2, dat mochten wij dan van TBN Prime Alert het zelf overhandigen aan de kindertehuizen. Wij bedanken mevrouw Santa Bhagwandin uit Nederland en we hopen dat zij nog lang anderen zo mag blijven helpen in Suriname. Wij bedanken marktmeester Gautam Dhanai voor zijn welbekende groentepakketten. Vooral in deze tijd zeer welkom, marktmeester. En we bedanken u uit ons hart voor de donaties welke u doet aan onze stichting. Wij bedanken verder Julven voor de donaties van een aantal zakken rijst. We bedanken alle overige donateurs die enveloppes met inhoud hebben gedoneerd. Alles is welkom, vooral in deze zeer moeilijke, zeer uitdagende tijden. Wij voeren nu naar de volgende beelden. Opa Smelts krijgt er van Julven een zak rijst van 10 kilo en van marktmeester Gautam Dhanai de welbekende groentepakketten of groentepakket van de marktmeester. Van Gwen, Melvin en de kinderen uit Nederland. Gwen, Melvin en de kinderen uit Nederland. 400 SRD voor opa Smelts. En van Muriel en Janaisha, ook uit Nederland. Muriel en Janaisha, ook een enveloppe met 400 SRD. Wilt u wat zeggen, meneer opa Smelts? De naam kan ik wel begeven om ze uit te spreken. Maar ik zal danken al diegenen die mij gesteund hebben met geld, met pakketten. Dank u aan ieder. En God zal u allemaal zegenen. En mijn kinderen en kindskinderen. En mijn hele familie. Dat is mijn antwoord. Heel mooi. Opa Smelts, blij u te zien. Ja, blij u altijd terug te zien. Ik hoop dat alles heel goed met u gaat. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Weet je waarom het goed gaat? Een man die God aanbidt. Een man die zijn vertrouwen stelt op God, komt nooit beschaamd uit. Kijk maar, dat heb je een dag gezien. Ja. De gemeente, de broeder, de zuster zijn hier geweest. Ze gaan alles voor mij. Okay. Bidden is iets belangrijk. Bid veel en blijf door veel bidden, meneer Geles. Want je bent een bijzonder mens. Je doet die job niet zomaar. Het is een opdracht van God. Ja? Opa Smelts, eenmaal we er bij u staan. Dit is geen politieke praatprogramma. Maar vanwege uw respectabele leeftijd en de dag waarop we vandaag zijn. Ja. Srividentiedag, wanneer we dit voor u brengen. Had u een boodschap voor die gemeenschap, een Srividentieboodschap? Ik heb wel een boodschap voor de regering en de gehele gemeenschap. Stel uw vertrouwen op God. Veel bidden. Niet reden twisten met elkaar. Dat gaat niet helpen. Gebed. Bidden tot God, volk van Suriname. President, vicepresident. Laat alle afgoderij op een kant. En dien de Heer. De Heer heeft jullie lief. Hij heeft jullie lief. Bekering, volk van Suriname, bekeert u. President, bekeert u. Vicepresident, bekeert u tot God. Dat was straks een naam, een bromtje daar. Want zeker konden. Want blijf ik konden. Want zo mijn goede kan de portjoe naar grond trappen. We kunnen niet, we kunnen dringen. Maar we zien dat aan een gebeurt. Omdat we portgaren naar een zee. Dat we doen eigenzame. En zodat we doen eigenzame. En dan wakker. Zonder massa Jezus Christus. Zonder gado. Zonder nog draai. Dus hoe je dat boskopen. Hoe draai, hoe leven, hoe zoeken gado.
met Adobe Kono Adulobus en Makanda. Hindustani, Blakaman, Chinese, Dinda Hera. Want hij is groot. Hij alleen kan redden. Hij alleen kan helpen. In Jezus naam. Amen. Mevrouw Seuraten, die krijgt er een donatie van Jules van Groep. En dat is dan een zak rijs van 10 kilo. En van marktmeester Gautam Dhanai, de welbekende groentepakket van Muriel en Janaisa. Ja, Muriel en Janaisa. Een enveloppe met 400 SRD voor mevrouw Seuraten. En van Bea Harangi uit Oost-Soeburg, Zeeland, Nederland. Bea Harangi, Oost-Soeburg, Zeeland, Nederland, ook 400 SRD. Kusmate bolle? Ja, hoor. Ik heb een boot, als ik baat, boot en baat. Want de baat was een beetje dat ik kon monster. Ja. Al toen ik een baai. Mooi zo. Tja. Zij brengt haar hartgrondige dank uit met de zegeningen van de Almachtige naar alle donateurs toe. Mevrouw Santa Bhagwandin die heeft er gedoneerd. En mevrouw Bhagwandin die is er uit Nederland aan twee kindertehuizen en aan senioren burgers van Weg naar Zee. En wat ze hebben gehad zijn aardappel, uien, kersbrood, zakken rijst, watermeloen, flessen soft, zoals u dat hier ziet. Er is ook nog kippenbout. En er is broodbeleg, er is jam, boter, hagelslag. Er is bruine bonen, er is bami, er is olie. Dat krijgen jullie dus van deze mevrouw. En dat is dan mevrouw Santa Bhagwandin. En de overhandiging hebben we gedaan dan aan deze twee mevrouw. Dat is mevrouw Joyce en mevrouw Seuraten. Ja, mevrouw Seudet en mevrouw Joyce. En zij zullen dan mevrouw Bhagwandin bedanken. Ja, meneer Ganesh, ik bedank iedereen die heeft me spullen gegeven. Soft en melk, rijst, watermiljoen, denk veel dingen, meneer Ganesh. We zullen ook hartelijk bedanken. Ik ga het ook zeggen. 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 Nog bedankt voor alles. Ik heb het heel erg bedankt. Bhagwan ook er een dag. Jullie zanger dag. Ik heb nog een keer gekeken. Nog alles voor die melk, voor die cola, voor die rijst, olie, voor kerstbrood en boter. Alles. Zware tijd is het. Als ieder mens ons helpt, is alles goed. Alles is meegenomen. Meegenomen, ja. Het echtpaar Mahabir, die krijgt er een zak rijst van Julfen van 10 kilo en groenten van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt, Muriel en Janaisa uit Nederland, partij is 400 SRD, Anjani en Arisha uit Middelburg, Nederland, Anjani en Arisha, 400 SRD, meneer Mahabir, donateurs, kusmatibule. Ah, donateurs, die pakket partijen van Katir. Ik heb een paar dagen geleden dat ik het niet heb gedaan. Meneer Mahabir, laat van harte bedanken, maar laat ook Stichting Jepide van harte bedanken. Ik heb een paar dagen geleden dat ik het niet heb gedaan. Ja, ook de donateurs van de financiën, die worden door het echtpaar Mahabir van harte bedankt. Ofschoon ze helemaal in Nederland wonen, zegt meneer Mahabir, denkt men toch nog steeds aan ons. Zijn dank nogmaals aan al de donateurs. Volgens donateur, mevrouw Santa Bhagwandin, mocht een eigen keuze doen voor wat betreft donatie aan een kindertehuis. En we hebben gekozen voor mevrouw Matadin en haar kinderen. En van mevrouw Santa Bhagwandin uit Nederland krijgt u en uw kinderen, mevrouw Matadin, aardappel, uien, kersbrood, twee grote zakken rijst, twee grote watermeloenen, vijf flessen soft, kippenbout, 5 kilo,
broodbeleg, waaronder jam, boter, hagelslag voor de kinderen. U kreeg bruine bonen, u kreeg bami, u kreeg olie. En voor de meisjes, haargepjes. Ja, dus dat krijgt u dan namens mevrouw Samta Bhagwandin uit Nederland. Een donateur die in totaal 2 kindertehuizen heeft bedacht. En een tehuis voor senioren burgers. Wilde u haar wat zeggen? Ja, ik wil haar bedanken namens alle kinderen. En we zijn heel, heel blij mee. Toch, kinderen? Wat zeggen jullie? Ja. Dankjewel. Dankjewel. En God rest te zegen. Ja, ik dank haar heel, heel erg, want we hadden het echt hard nodig. Graag gedaan. En ik hoop dat jullie het allemaal heel goed kunnen gebruiken. Heel goed. Toch, jongens? Ja. Ja. De donaties die wij hebben, dat brengen wij dan voor meneer Jagdees. En dat bestaat dan uit de welbekende groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. En van Gayatri en Sudees uit Nederland. 2 pakken Pampers. Ja, 2 pakken Pampers, volwassen Pampers. Dames Gayatri en Sudees uit Nederland. Van mevrouw Bea Harangi uit Oost-Soeburg. Ja, mevrouw Bea Harangi uit Oost-Soeburg, Zeeland, Nederland. Een enveloppe van 400 voor meneer Jagdees. En van Gwen, Melvin en de kinderen, ook uit Nederland. Ja, Gwen, Melvin en de kinderen, 400 SRD. Dit is dus voor meneer Jagdees. En dit is dan ook de situatie van meneer Jagdees. U ziet het, hij is er door getroffen door een beroerte. Als gevolg daarvan is hij ook slecht ter been. Vandaar dat we dan de donateurs ook dankbaar zijn dat wij dankzij uw donatie ook deze meneer dan wat hebben kunnen geven. Mevrouw Santa Kumari die krijgt er 1 van de enveloppes van Muriel en Janaisa. Ja, Muriel en Janaisa, 400 SRD alsjeblieft. En mevrouw Bea Harangi uit Oost-Soeburg, Zeeland, Nederland. Mevrouw Bea Harangi, Oost-Soeburg, Zeeland, Nederland, 400 SRD. En een groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. Kusmate bole? Sab Gautam Dhanai ke sab bhol dhanbaat. हम बहुत बेही करी रहा भगवान वा सुखी का और यहाँ पे सेठ हम भरी रहा दुई तुई दैसन यहाँ पे 2000 भरी रहा हम 2000 बहुत मुट्ठी से हम भरी लास्ट हम बीमार पड़ गए रही ली खरीप मारी साहब बाप रे हम कि हम ही जानी रहा हम कौन चीज कर ली है कि मुड़ी पे रहा था खोखी आवा था कि हम खाल पर भी हम मुड़ी ना पैर पताता है बहुत हैवी खरीप मारी साहब भाई गणेश Mevrouw Zadal krijgt er 1 van de enveloppes van Anjani en Arisha uit Middelburg, Nederland. Anjani en Arisha uit Middelburg, Nederland. 400 SRD, alstublieft. En van Sila en Peter Chedi uit Middelburg, Zeeland. Ja, Sila en Peter Chedi, Middelburg, Zeeland. Ook 400 SRD. En van marktmeester Gautam Dhanai, de welbekende groentepakket. Kusmate bole, mevrouw Sadal? Oeh, zaba, voor jij je moois, manai. Al zondag, zat moois, deze zondag, dan zat dit. Ja, mevrouw Sadal, zeg ik altijd, is een mevrouw van weinig woorden. Maar ze bedankt de donateurs van harte. Marktmeester Gautam Dhanai voor zijn groentepakket. En de mensen, de donateurs uit Nederland voor hun financiën. Dat is wat mevrouw Sadal meegeeft aan deze donateurs. Ook meneer Niamat, die er alleen wonend is, alleen is, krijgt er van Sila en Peter Chedi, Nederland, Middelburg, Zeeland. Ja, Sila en Peter, Middelburg, Zeeland, Nederland. Een enveloppe met 400 SRD, alstublieft.
En van Gwen, Melvin en de kinderen, ook uit Nederland. Gwen, Melvin en de kinderen uit Nederland, 400 SRD alsjeblieft. En van marktmeester Gautam Dhanai, de welbekende groentepakket, ook aan meneer Niamat. Kusmate Bolle, meneer Niamat. Ik wil ook heel erg bedanken voor de tempel om te helpen. Ik wil ook heel erg bedanken voor de tempel om te helpen. पर के हमें सब रख दे आगे बढ़ते रहे हर एक दुख मुसीबत आवत से बचा रहे अने नियमत दी लात फन हार्ट बदंकन फ्राग द अलमाख्त गे द डोनेटर्स द beschermen, te zegenen dat deze donateurs nog in deze tijd ervoor over heeft om mensen te helpen. Daarvoor zijn hartgrondige dank nogmaals aan al de donateurs.
Gwan Dien. Ik ben gekomen uit Nederland. Wat ik heb hier vandaag gedaan, ik voel me heel erg, heel blij, trots. En daar wil ik ook een envelop overhandigen aan de directeur. Alsjeblieft. Dankjewel, mevrouw Bhagwan Dien en mijn zoontje. Bij deze wil ik dan namens het bestuur van kinderhuis Arya de Waker, Maharishi Dayan kinderhuis om het goed te zeggen, en ook namens het hoofdbestuur die geleid wordt door de heer meester Inder Singh Gangabisun Singh Ji, dankzeggen aan familie Bhagwan Dien. Het is een heel groot genoegen voor ons om mevrouw Bhagwan Dien hier te hebben, die gedacht heeft aan de kinderen. Het is haar een heel groot wens van haar, van een hele tijd al, dat ze denkt van wanneer ze hier is, dat ze gaat, dat ze de kinderen van een weeshuis, in dit geval Maharishi Dayan aan het kinderweeshuis, gedenken. Ja. En wij zeggen haar heel hartelijk dank. Ze geniet ook ondersteuning van haar dochter hier in Suriname. Dat is Anushka Lal Bihari. En mevrouw Bhagwan Dien is vanuit Nederland gekomen met vakantie. Den Haag heb ik begrepen. Mevrouw Bhagwan Dien, heel hartelijk dank. En God zegene u. Ik wil bij deze ook een mantra citeren. Om Stanno Devi Bhistaya Apo Bhavantu Pitaya Sanyora Bhisravantuna. Dit houdt in dat de Almachtige genadevolle stralen over ons mag spreiden met veel geluk, gezondheid en alles waarmee wij ons goed kunnen voelen en ook alles dat gedaan moet worden goed kunnen doen. Dank u wel. Dank u wel, graag gedaan. Ja. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Wij bedanken nogmaals mevrouw Santa Bhagwan Dien uit Nederland voor haar donaties aan 2 kindertehuizen en 1 bejaardentehuis. Ja, 2 kindertehuizen en 1 bejaardentehuis. Wij bedanken haar. Deze mevrouw die woont er helemaal in Nederland, maar ondanks dat heeft ze haar hart verpand aan Suriname en heeft zij ervoor gekozen om anderen blij te maken. Dank u wel, mevrouw Santa Bhagwan Dien. Wij bedanken verder Julfen Groep voor de donaties van een aantal zakkenrijst. We bedanken marktmeester Gautam Dhanai voor zijn groentepakketten die zeer welkom zijn. We bedanken alle overige donateurs die enveloppes met inhoud hebben gedoneerd. Wenst u in contact te treden met Stichting Yepide, dan kunt u dat doen op de volgende telefoonnummers: 857-347, 857-347 of u belt op 87-493, 87-493 of u belt er op 43-99-23 of wilt u er persoonlijk langslopen? Nou, dat kan er dan aan de Kokobiakoweg nummer 48. Maar we maken het ook nog makkelijker voor u. U kunt ook doneren op een van onze bankrekeningnummers. We hebben er een SRD, een US dollar en een euro bankrekening. En u kunt daarop uw donatie doen met vermelding van uw naam en voor wie het allemaal bestemd is. Wij bedanken nogmaals alle donateurs die ons blijven ondersteunen, zodat wij anderen in de gemeenschap kunnen blijven helpen. We bedanken cameraman Raj Mahangu, Sunny Rambali voor de editing, de dames Rishma, Aarti Supraya, de directie, de heer Kenneth en Marijke Rambali voor hun ondersteuning en zegen aan Stichting Yepide. We bedanken nogmaals aan ieder die ons op welke wijze blijft ondersteunen. Blijf ons helpen, want slechts door ons te helpen kunnen wij anderen blijven helpen. Ik ben Ganesh Vijay en zeg er graag tot de volgende keer.